We kunnen zo meteen... Oh, ik kreeg trouwens nog wel door dat de dames van Koffietijd erg ontstemd zijn. Oh ja? Ja, ik wil daar toch nog even iets over zeggen. Jullie hebben daar vrijdag... Jullie? Oh, nee. Nee, want ik zal nooit iets over de dames van Koffietijd zeggen. Nou... Nee, ik ben een beetje verliefd op Loretta. Ja, dat zal best. Ik weet niet of we de beelden... Nee, we zullen de beelden wel niet meer hebben, want ze hebben het bewijsmateriaal. Maar je hebt ook dingen geroepen over de vaginaweken. Oh nee, wel over de vaginaweken, maar ja, niet over de vagina van Loretta. Nou, daar zei René nog weer wat over. En ik denk ook niet dat ze dat zo leuk hebben gevonden. Maar als de dames problemen hebben, René... wij zijn altijd beschikbaar voor het betere likwerk, hè? Ja, ja, 100%. Maar ja... Bedoel je tijdens die vaginaweek? Ja, natuurlijk. Ja, dus kunnen we dat dan even bellen? Even kijken naar de dames van Koffietijd. Die zijn ontstemd, dat is wel zo. Afgelopen vrijdag hadden de heren van Voetbal Inside het ook even over de vaginaweek bij Koffietijd. Hoe dan? Wil jij geen vagina een klap geven zo? Ja, maar dan kijken we er misschien niet meer uit. Nou ja, daar heb je grote kans op bij die lijns, bij die blonde, weet je wel. Loretta bedoel je? Loretta, nee, we zijn nu naar de Toto toegekomen. Ben je gelijk je loge, kwijt? Nee. Ja, leuk hè? Ja, ik denk dat... Dat zijn toch de mannen die het... Ik denk dat verpesten, hè? Ja, maar wat het is met mannen is... Dit is ook wel echt een macho-programma. Ja, het is een macho-programma. Dat denk ik ook. We hebben het over de vaginaweek. Ja. En wat krijg je? Je raakt je horloge kwijt. Ze zetten vrouwen dus weer meteen weg als... Het wordt bijna ranzig daardoor. Ja, dat is niet te chic. Zeker, nee. Ja, het is jammer. Het is toch sneu, die mannetjes? Het is sneu. Ja. Ik moet wel zeggen... Ja. Mijn held, Derksen, die heeft het daarna nog wel keurig voor... mij in dit geval opgenomen, want meneer Geep of Gijp of hoe die ook heten mag... die ging nog even door van, het is wel een viezerikje, hè? Het is wel een viespeuk. We hebben alleen maar aangekondigd dat we het over de vagina gingen hebben deze week. En? Nou ja, viezerikje, zeg maar gerust viezerik. Ja, ja. Nee, maar zo'n onderwerp hier op tafel gooien en dan vraag je om problemen. Ja. En jij zit nu met een gezicht van, jullie zijn te ver gegaan. Nee. Maar jij hebt hier schande. Alles uit ons proberen te trekken. Nee. Met vieze opmerkingen over vagina's. En dan zit je helemaal te genieten. En nu ga je weer hypocriet zitten doen. Nou, dat ging wel wat ver. Ja, maar je ziet wat het met die vrouw gedaan heeft. Het is gewoon niet leuk. Nou, maar die ene met die rode jurk vond het helemaal niet erg, hoor. Nee? Die kon het wel waarderen, denk nee, jij? Nee, joh. Kom op, laat die wijven toch gaan.